Zo, goeiedag weer. We gaan weer beginnen met een nieuw ritme. Dit ritme hebben we in Gambia geleerd. Vandaar dat ik hier links ook nog een klein beetje een speakbriefje heb. Zodat ik niet alles uit het hoofd gelijk hoef te doen. Dit is niet zo'n heel moeilijk ritme. Dit is een ritme wat we sowieso allemaal met z'n allen gaan spelen. Het heet een makrou. Bestaat uit een introotje. Dat ga ik nu eerst even voorspelen. Het introotje van de makrou. Zoals je ziet lijkt het verdacht veel op de intro van de Goombe. Maar, en daar kom ik later in de volgende filmpje alweer op terug, de Goombe gaat helemaal anders worden. Dat wil zeggen, de partijen blijven wel ongeveer hetzelfde, alleen het intro van de Goombe gaat anders worden. En dat geldt ook voor de Doens, die gaan ook anders worden met de Goombe. Goombe laten we nu even rusten, we gaan verder met de makrou. Dit is nog een keer het intro van de makrou. Dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Goed, dat was het intro. Dan nu de partijen. Ik ga ook proberen de doenpartijen te spelen en die doe ik spelen alleen op de bas. Dus dat is alleen ritmisch en de doenspelers weten zelf wel wanneer ze sangbam of kenkeni moeten spelen. En als ze dat niet weten, heb ik het ook nog altijd hier in het schriftje staan. De doenpartij van de Doens dus. Komt-ie. Dat is de doenpartij. Lekker simpel, maar heel effectief in het hele stuk van de makrou. Dan gaan we naar partij 1. Partij 1 voor het djembe is eigenlijk de lastigste partij. Niet zo heel moeilijk om te spelen, alleen qua timing is het vrij lastig. Ik ga eerst even de slagen uitleggen. Partij 1. Je speelt bas, slap, toon, toon. Dan weer bas, slap, toon, toon. Alleen, het is niet twee keer hetzelfde. De eerste keer stel je de tweede slag iets uit. En dan gaat het als volgt klinken. Dat is het ritme. Probeer dat gewoon thuis te oefenen. En ik snap dat qua timing is dat vrij lastig om thuis te oefenen. Omdat je verder geen hulp hebt en niet iemand die de maat meeslaat misschien. Maar belangrijk is om eerst de slagen te doen. En dan kunnen we het hier in een groep, na de hele coronatoestanden, kunnen we dat verder gaan uitwerken. Dus nog een keer. Bas, slap, toon, toon, bas, slap. Dan krijgen we partij 2. Is een makkelijk partijtje. Het is toon, toon, slap, slap. Toon, toon, slap, slap. Dus da, ka, 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 slap, slap, toon, toon, slap, slap, toon, toon, slap, 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 slap. Dat is partijtje 2. En partij 3, die kennen we. En dit is eigenlijk de hele makrou. Deze drie partijen kunnen door elkaar heen gespeeld worden. Doen partij erbij en we hebben weer een mooi, nieuw, leuk stukje. Dus nog een keer met intro, partij 1.
dat is de hele makroe. Goed, tot de volgende keer. We gaan weer op en ik ga weer wat, een ander filmpje opnemen. Dat wordt wel weer het derde filmpje. Dus veel plezier met dit ritme. Ga lekker oefenen en dan hoop ik dat we, als we weer in ensemble zitten, dat we dit stuk lekker kunnen mixen.